Nee, dat... Nu gaan we naar boven. Even verder kijken. Almost 600,000 colorful inhabitants, with over 160 different nationalities. City colors, green and white. City language, Rotterdam. Eurobus, Reus van Rotterdam. Landmark, tot 185 meters, 131 betonpalen en 125 ramen. Bouwjaar 1960, ter ere van de Floriade. Architect Huug Maaskant. Maaskant heeft vele Nederlandse markante beroemdheden ontworpen. Het Groothandelsgebouw en het Hilton Hotel in Rotterdam en Pier in Scheveningen. Euromast, Giant of Rotterdam, a landmark is 185 meters high and constructed on 131 concrete poles. It has 125 windows. Built in 1960 by architect Hugh Maaskant on the occasion of the Floriade, a flower exhibition in the Netherlands. Rotterdam is beroemd om zijn bruggen. Ze vormen de verbinding tussen Noord en Zuid. De Witte Brug met de Veenendaal is een infrastructuur en stammen uit 2000. Dit is de grootste vastgoedbrug ter wereld. De Bergen de Bos zijn de architecten. In de Rotterdamse volksmond heet de brug de Zwaan. De grote brug in Zuid-Europa is de Willemsbrug en stamt uit 1981. Rotterdam is famous for its bridges. They form the connection between north and south. The White Bridge, with its many cables, is the Erasmus Bridge, constructed in 2000. It's the biggest bathroom bridge in the world. Bergel and Vos are the architects. The bridge is popularly called the Swan. The Red Bridge further down is the Willems Bridge, built in 1981. Een andere belangrijke meting, dit waaronder de Maas door, is de Maas Tunnel. De toegangsgebouwen zijn twee witte gebouwtjes met groene koppels. De Maas Tunnel is in 1942 in gebruik genomen en was in deel op de eerste tunnel. Elke dag passeren ongeveer 75.000 auto's. Another important connection, this time under the River Maas, is the Maas Tunnel. The two small white buildings with green domes form the entrance. The Maas Tunnel was put into use in 1942, and it's the first road tunnel in the Netherlands. Every day, about 75,000 cars pass through it. The Landdom, rechts van de Erasmusbrug, is de Wilhelminapier. Dit gebied is volop in beweging. De hoge toren met de letter M op heet Montevideo. De letter M fungeert als windwijzer. The white flag on the right side of the Erasmus Bridge is the Wilhelmina Pier. There's a lot going on in this area. The high tower with the letter M is called Montevideo. The letter M functions as a weather vane. Op de kop van deze landdom staat het voormalige hoofdkantoor van de Holland-Amerika-lijn met de twee groene torentjes. Dit gebouw doet sinds 1993 dienst als hotel. Aan de tip of this point of land, the former head offices of the Holland America Line are located. It has two small green towers. Since 1993, this building has been used as a hotel. Hotel New York. Het gebouw gaat in de gebouw, zo'n 100 meter van de Eurobus, met een talen regelmatig Erasmus MC bedacht, is het grootste medische centrum van Nederland. The middle white building, 1200 meters from the Euromast, with a blue neon letter Erasmus NC on top of it, is the biggest medical center in the Netherlands. Rotterdam telt drie grote voetbalclubs, Feyenoord, Sparta en Excelsior. Feyenoord, de club van Zuid, is de grootste en speelt in de Kuip. Het voetbalstadion ligt rechts achter Montevideo. Rotterdam heeft drie professionele voetbalclubs. Feyenoord,
Sparta and Excelsior. Feyenoord, the club of the southern part of Rotterdam, is the biggest. You'll find their stadium, the Kuip, right behind Montevideo. Rotterdam is een van de belangrijkste kruispunten van goederenstromen ter wereld. De jaarlijkse goederenoverslag bedraagt meer dan 370 miljoen ton. Rotterdam heeft een open verbinding met de Noordzee, de drukst vervaarde zee ter wereld. Jaarlijks doen 30.000 zeeschepen en 130.000 binnenvaartschepen de haven van Rotterdam. Rotterdam is one of the most important crossroads of freight transport in the world. We're talking about more than 370 million tons of goods each year. Rotterdam is directly connected to the North Sea, the busiest sea route in the world. Yearly 30,000 sea vessels and 130,000 river vessels call in at the port of Rotterdam. Overdag zie je dan de gebouwen en meer, hè? Nou, doei! Doei iedereen! Ja.